Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, Domino's Pizza en Asta Casino. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel vanuit onze studio in het Sir Winston Leisure Center. We hebben natuurlijk weer nieuwe gasten aan tafel. Een trainer die op de slotdag van de competitie graag de titel binnenhaalt. Een speler die met zijn team op dit moment in gevecht is met het degradatiespook. En we hebben een reiswijker in ons midden die het hele dossier van Haaglandia als geen ander kent. En natuurlijk onze sidekick. Maar we hebben meer in deze aflevering. Jan Linkerhof komt weer voorbij met een gesproken column. En natuurlijk het team van de week. Afgelopen zaterdag werd de ploeg in Poeldijk wederom kampioen. Tweede jaar in successie. Ik heb het over het Rijswijkse Te Werven. Ja, inderdaad, een knappe prestatie van Te Werven. Tweede jaar op rij, volgend jaar in de zaterdag tweede klasse. Ik ga eerst de mensen aan tafel even aan u voorstellen. Direct links van mij zit Noureddin El Menhali, speler van de zondagtak van GDA Zondag. Eerste klasse op dit moment zeker nog. Daarnaast zit Theo Verbeek. En Theo is de trainer van de zaterdagtak van Westlandia. Welkom. Aan de andere kant van de tafel onze sidekick, Tom Boevink. Bekend voor voetbaltrainer ook van WIC. En naast hem Dick Jensen. Dick, vele jaren de sportwethouder geweest in Rijswijk. Op dit moment fractievoorzitter van Onafhankelijk Rijswijk. Heren, hartelijk welkom. Om met iets aardigs te beginnen met jou, Noureddin. Afgelopen week was je ook wat in het nieuws. TV West heb ik het gezien. En ik meen Hart van Nederland. Je bent bedrijfsleider in een hele grote supermarkt. En daar gingen twee mensen trouwen. Ja, dat was wel iets unieks, Tom. Twee vaste klanten die al jaren in de winkel komen. En die op de een of andere manier een hele mooie band hebben opgebouwd met het personeel. En uiteindelijk de winkel als hun meest geliefde plek hebben beleefd al die jaren en nu nog steeds. En toen voorgesteld hebben om daar te trouwen. Ja. En wij gaan best ver in klantencontact. En we gaan best ver om de klant tevreden te maken. En als dat iets is om de mooiste dag van twee mensen te kunnen vertegenwoordigen, ja, dan doe ik dat graag. Hebben ze elkaar ook ontmoet in de zaak toevallig of niet? Nee, dat niet. Maar ze zien elkaar daar meer dan eens per dag. Okay. Dus, heb je het magazijn ook in bed staan dan? Nee. Dat kan toch? Je doet zoveel even die klanten. Dat is geweldig. Nee. Als je zegt, ga maar verliggen, jongen. Nee, dat nog net niet. Ja. Maar ze hebben het ook nog niet gevraagd. Dus. Zijn ze er echt getrouwd? Want ik heb me laten vertellen dat het een beetje in scène was gezet. Dat ze al getrouwd waren, maar... Nee, dat is niet in scène gezet. Dat is echt waar. Het is gewoon het feest is er geweest. En we hebben best wel een hoop moeten bewegen om dat te bewerkstelligen. Maar uiteindelijk hebben wij gewoon aan hun wensen voldaan. Hartstikke mooi. Maar ik heb ook begrepen dat je op de pof gewoon bij jou kan winkelen, toch? Ja, dat werd gezegd, ja. Ja, dat werd inderdaad gezegd, maar dat is uiteraard niet waar. Niet? We hebben een keer voor meneer een uitzondering gemaakt omdat hij €2,50 tekort kwam. En uiteindelijk, omdat hij niks bij zich had, mocht hij dat meenemen, kan hij dat daarna betalen. Goed, maar uiteraard, ja, precies. Maar uiteraard kan je niet op de pof betalen en is het gewoon een uitzondering geweest. Ik ga even naar je buurman, Theo Verbeek. Theo, een hele spannende competitie bovenin in 2C. Ja, absoluut. Komend weekend dan moet het gaan gebeuren. SVC 08 zit ons op de hielen. En wij mogen gewoon geen misstap maken. En we hebben na de winstop even een wat mindere fase gehad. Die hebben we op een gegeven moment goed weten te herstellen. Eigenlijk verloren bij AVC 0-10 met 3-0. En toen hebben we toch eigenlijk weer de koppen bij elkaar gestoken. En achteraf, als ik er nu naar terugkijk, is dat even een goede nederlaag geweest. En daarna hebben we gewoon een hele goede serie neergezet. Gewoon met goed voetbal. Dat is als basis. En we hopen aan zaterdag de kroon op het werk te zetten. Ja, als we even teruggaan naar afgelopen zaterdag. Ja, dan zit je als trainer op een bepaald moment natuurlijk. Prachtig mooi weer. Zit je heerlijk langs die kant met zo'n score. Ja, kijk, op een gegeven moment was het 3-0 en dan is die wedstrijd vlak na rust werd die gemaakt. En dan is die wedstrijd gelopen.
waren gewoon oppermachtig. Kijk, VDL, die hoeft ook niet meer echt, dat kan je dan toch merken. Dus als je dan 1-2-0 maakt en dan zeker de 3-0, dan is zo'n wedstrijd eigenlijk gelopen. Nou ja, we zitten nog in een Twitter gebeuren, dus ja, we wisten ook dat SVC 08 voorstond. Dus ja, dan zit je al een beetje te rekenen en zo eens even te praten met wisselspelers. Je brengt dus wat spelers in. Ja, dan zit je natuurlijk even heel relaxed, wat niet zo heel vaak voorkomt. Maar afgelopen zaterdag wel. Ik denk dat je komende zaterdag ook wel zo relaxed zou willen zitten. Ja, als we dan even naar rust met 3-0 voorstaan, dan weet ik niet of ik dan al zo ontspannen ben. Want de prijzen worden aan het eind van de streep verdeeld. En dus dat wordt een moeilijk potje. Als je speelt tegen de nummer 3. Ja. Dus ja, weet je, en die hebben ook gewoon alle belangen. Oftewel, ze moeten de vervangende hebben of de directe periode moeten ze pakken. Dus ze hebben minimaal een punt nodig. En wij moeten winnen, want ik ga er toch wel vanuit dat de SVC 08... gaat winnen, alhoewel ze spelen tegen SEF, een ploeg in het nauw. Dus je weet nooit hoe dat loopt, maar ik ga er gemakshalve vanuit dat hun winnen, maar dat wij uiteindelijk ook. Maar goed, bij jullie kan in ieder geval het scenario wat afgelopen weekend plaatsvond met PSV en Ajax ook nog heel goed plaatsvinden in de tweede klasse C. Ik geef naar Dick. Dick, jarenlang wethouder geweest, wethouder sport in Rijswijk. Ja. Ja, Haaglandia, een club die jij natuurlijk kent als geen ander. Je kent de hele voorgeschiedenis, maar je hebt ook hele mooie tijden met de club meegemaakt. Ja, zeker. Ik mocht destijds de twee clubs, de twee echte Rijswijkse clubs, Rijswijk en RVC, bij elkaar brengen. Die zijn gefuseerd. Ja, je kunt hooguit met die mensen gaan praten, zeggen dat je dat op prijs wil stellen als ze dat doen. Niet op Den Haag, zoals ik dat nu meemaak, dat clubs worden veroordeeld om met elkaar samen te gaan. En dan ook nog eens een keer van hele verschillende signatuur. Maar dat is destijds geslaagd. En toen kwam er een fusie overheen met een club uit de Scheveningse, Kranenburg. En, het Haagse meer, hè? Wat zeg je? Het Haagse ja, meer. Haagse, ja, maar met, volgens mij wel met een heel Schevenings hart, althans volgens sommigen. Fusie op fusie. Lastig, denk ik, sowieso. Ook vanuit het verleden toch ook met de nodige financiële perikelen. En dat is tot op heden ten dagen niet gebeterd. Maar het is wel al veel beter gegaan. Maar bij het Rijswijkse gemeentebestuur is klaarblijkelijk nu tijd gekomen om te zeggen, we zijn een klein beetje klaar. Ja. Maar dat gaat maar nog net even te snel. Dus daar kom ik nog graag op terug. Ja, want het is erg rigoureus. Hè? Twee weken voordat de competitiedag helemaal ten einde is, krijgt de club te horen van alles inpakken en jullie moet je de token verlaten. Ja, wat je ook mag zeggen van betalingsachterstanden, van het niet nakomen van afspraken, dat mag dan zo zijn. Maar ik vind het nu bestuurlijk vandalisme om 2-3 weken voor het eind van een seizoen te zeggen, we zijn klaar met jullie. Dat kun je gewoon niet maken. 700 mensen de straat op en dan heel minzaam onder in de brief zetten van BMW. Nou ja, we zullen helpen de mensen een goed plekje bij andere verenigingen te vinden. Ja, ik dank jullie koekoek. Er zitten spelers niet op te wachten, die hebben gekozen voor een club. Dus ik vind dat niet chic. Maar we hadden uitgebreid over verder praten vanavond. Ik wil terug nog even naar Noureddin. Afgelopen weekend, zondag, jullie wedstrijd tegen Wateringse Veld. Ja, het duurde maar één helft. U staat er met 0-1 voor. En toen? Nou ja, wat je zegt, we stonden 0-1 voor. Op een gegeven moment scheidsrechter fluit voor de rust. En wat ik gezien heb toen is dat Refana van Alphen, dus, een van onze spitsen, die loopt het veld af. En 2 seconden later lopen de 3 jongens, 1 speler en 2 toeschouwers achter Refana aan. Het hele veld af en op een gegeven moment komen er nog meer supporters het veld op. Allemaal achter die jongen aan. Ja, dat was echt een verschrikkelijk beeld om te zien. Dat is echt, volgens mij, ik heb dat nog nooit eerder heb ik dat meegemaakt. En volgens mij hoort het ook niet op een voetbalveld thuis. Ik weet zeker dat het niet thuis moet. Nou, dat was echt verschrikkelijk om te zien. Wij op een gegeven moment ook allemaal in shock. Er was ook best wel angst bij ons. Er stonden best wel veel mensen op het veld die daar gewoon niet horen. En die jongen ook, op een gegeven moment in de kleedkamer laat hij zijn nek aan mij zien. Nou, aardige strepen, dus duidelijk dat hij is toegetakeld. Ja, dat was gewoon geen pretje om dat mee te maken gisteren. Nee, en dan ook nog eens een keer 3 politiewagens op het veld. Ja, dat maakt in de wedstrijd niet gezellig. Nee, precies. Ik bedoel, je gaat op zondagochtend naar de voetbalclub om gewoon een mooie wedstrijd te spelen. Zeker zo in als die van gisteren, waar gewoon best wel veel dingen op het spel staan. En als dat dan is wat gebeurt, ja, dan word je daar gewoon niet vrolijk van. Ik denk niemand niet. Nee, ik kan het voorstellen. En ja, die scheidsrechter nam de enige juiste beslissing door te zeggen van jongens, we gaan niet meer verder. Want de veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden. Nou, de scheidsrechter nam sowieso de juiste beslissing. Ik denk als hij die beslissing niet had genomen, dat wij die hadden genomen.
Want ik samen met ze, met mijn teamgenoten en ook onze trainer, hadden niet meer het veld op gegaan. Nee. Maar ik ben ervan overtuigd dat als dat niet was gebeurd, dat wij gewoon met 3 punten weer richting Madenstein gingen. We gaan het afwachten, want we gaan dadelijk uiteraard volop verder praten aan tafel. Want het is eerst tijd voor ons eerste item, het team van de week. Te Werven, afgelopen zaterdag speelden ze bij Verburg. Eerder dit jaar, een paar weken geleden, speelden ze voor het Haaglander voetbaltoernooi bij Verburg. Toen werden ze uit dat toernooi geknikkerd. Zaterdag ging het fantastisch, want Te Werven pakte de titel en mocht daar de volgende uitkomen in de tweede klasse op zaterdag. We waren erbij en we gaan even kort kijken naar wat fragmenten die we opgenomen hebben bij dat duel in Poeldijk. Het Rijswijkse Te Werven speelt haar 1 na laatste wedstrijd uit bij Verburg. Bij winst is de ploeg van trainer Huip van Oostrum-Soede sowieso kampioen. En dus is men bij Te Werven gebrand op de 3 punten. En dat is in ieder geval vandaag 3 punten pakken. Dus niks staat in de weg om graag kampioen te worden. Helemaal niks. Onder prima omstandigheden betreden beide ploegen het veld in Poeldijk. Het is tijd om te gaan voetballen. En dan komt verrassend thuisploeg Verburg op een 1-0 voorsprong. Moet men het feestje dan een week opschuiven? Nee, want Te Werven komt voor rust al terug op een 1-2 voorsprong. En dan geeft de ploeg uit Rijswijk het niet meer weg. Ze zijn kampioen en promoveren naar de tweede klasse. Ja, inderdaad een ruime overwinning. En één man maakte 4 doelpunten. Trainer Huip van Oostrom-Soede. De week daarvoor 3-0 voor. 3-3 spelen tegen Naaldwijk. En dan zaterdag kom je met 1-0 achter. Wat dacht je? Het gaat helemaal verkeerd? Nee, dat had ik niet. Echt totaal niet. Ik wist gewoon dat wij het kampioenschap binnen zouden halen. En we waren zo gebrand. Afgelopen weken wel. Het is alleen jammer dat, dat blijf ik zeggen, dat het wat wisselvallig was. En wij spelen topwedstrijden waar iedereen van de mat speelt. En soms wordt het te flegmatiek. MVV uit en denk ja. Maar het is niet anders. En dit is ook natuurlijk veel spanning. Want ik hoorde net van Theo, ja, daar doe je het voor. En ik wist al wel dat we overtuigd kampioen zouden worden. Het feit dat zij een week of wat ervoor in het Haaglander voetbaltoernooi van jullie wonnen, dat heeft verder geen indruk gemaakt? Nee, eigenlijk, daar hebben we helemaal niet meer over gehad. Het is alleen jammer dat we niet weer heel hoog konden komen in de Haaglanden. Ja, in het toernooi, maar het is niet anders. Kijk, prioriteit is natuurlijk kampioen worden. Dat is natuurlijk de doelstelling die we gezet hebben. Nou ja, en die hebben we bereikt. Ik ga even naar je aanvoerder, Zakaria Falloon. Het scoreverloop was natuurlijk zaterdag ook wel ideaal. Hè? Voor rust nog even de 2-1 maken. En Paul naar rust. We zagen hem net gemaakt worden, dat doelpunt. Die zat er ook vrij in. Ja, precies. Ik ben het eens, Tom, met wat je zegt. Inderdaad, we komen gelukkig nog voor de rust op 2-1. En ik ben Lovert dankbaar voor wat hij zaterdag voor ons heeft betekend. Ik bedoel, had er echt blijkbaar zin in. Met zijn 4 doelpunten heeft hij voor ons die wedstrijd aan de kampioenschap binnengehaald. Hij zegt zelf elke keer, ja, als ik score, dat is voor het team en ik doe het met het team. Want zonder het team kan ik ook niet scoren. Nee, terecht. Ik denk dat het ook een terechte opmerking is die maakt heen. Ja. Ik bedoel, hij speelt met z'n elfen. Maar ik denk dat hij in zo'n wedstrijd wel zijn kwaliteit laat zien. Kijk, dat gunnen wij hem als team natuurlijk ook. Dat moeten we ook onderkennen. Wat mooi, hè? Het tweede jaar op rij promoveren. Ja, zeker inderdaad. En tussendoor nog ook de finale van de Haaglander Cup. Dus ik denk dat het voor Te Werven de afgelopen 2 jaar zeker mooie jaren zijn geweest. Ik kan me het voorstellen. Ik ga even naar Kes. Kes van Oostrom-Soede, de zoon van de trainer. Die maakt nog even dit mooie seizoen mee. Want ja, voor jou zit het erop bij Te Werven. Ja, dat klopt. Want je gaat naar? Noordwijk. Dat is een mooie uitdaging. Ja. Daarom. En je bent gescout bij Te Werven? Nee, ik ben niet gescout. Mijn vader ging daar naartoe. En die heeft eigenlijk gevraagd, nadat ik bij Haaglandia heb gezeten, of ik daar naartoe wilde gaan. Omdat met Haaglandia toen ook niet zo goed ging. Ik bleef gewoon met 2 spelers over van de zaterdag. En ja, toen ben ik ook maar eigenlijk weggegaan. Maar goed, je hebt nu bij Te Werven toch een prachtig seizoen meegemaakt. Ja, 2 prachtige seizoenen. Dus mooier kan niet. Nee, dan ben je ook een begenadigd zaalvoetballer. Als je dan daar bij Noordwijk gaat spelen, komt dat dan in de problemen? Dan is voor mij de keuze wel heel snel gemaakt.
Ja. Dan kies ik natuurlijk gewoon voor het veld. Ja. Zeker als je natuurlijk daar de kans maakt om op dat niveau te kunnen gaan spelen. Ja, als spelen natuurlijk. Ja. Ja. Maar je gaat, nee, je kan niet meer blijven kijken naar de Werf, want het is een week op de zaterdag. Ja, op zaterdag. Als ik vrij ben en ze gaan spelen, dan kom ik zeker kijken. Dus ik heb begrepen dat je vader jou bij Noordwijk gebracht heeft. Die had hem beter bij zijn club kunnen houden. Toch? Ja, uiteindelijk ligt het aan mezelf natuurlijk. Nee, dat is helemaal waar. Ga ik nog even naar Boris van der Heijden. Dat is de doelverdediger, die stond er afgelopen zaterdag in de goal. Wat dacht je, die bal die denk je om Joren kreeg? Ja, ik dacht, het zal toch niet. Maar hij zat er wel knap in, want die speelde helemaal naar de buitenkant toe. Ik zit hem net naar terug te kijken, ik weet het ook nog niet hoe die er helemaal in is gegaan. Nee. Via mijn hand iets, maar Jij raakte hem nog wel? Ik raakte hem aan, ja. Daarna heb je niet veel te doen gehad, hè? Ik heb volgens mij één schot gehad, dat was het. Maar het hele seizoen hetzelfde, ook weinig te doen gehad? Ja. Soms ging het er makkelijker in, zeg maar, de wedstrijd, dan dat het uiteindelijk was. Toen dacht ik, dat winnen we wel even. Maar dan kreeg je nog wel wat aardige kansen om je ogen, zeg maar. Ja, maar goed, dat wordt volgend seizoen even heel wat anders natuurlijk. Het wordt pittiger, denk ik. Ja. Dat heb ik bijna wel zeker. Maar goed, ik hoorde jullie trainer zeggen van de doelstelling volgend seizoen is om mee te doen bovenin. Ja, daar zijn we nog steeds. Die doelstelling staat nog steeds, ja. Ja, zo snel mogelijk naar die eerste klas toe. Ja, ja. Nou, is het feest al gevierd of komt het komende zaterdag? Ik heb gehoord komende zaterdag, ja. Nou goed, fijn dat jullie er allemaal waren, jongens. Van harte gefeliciteerd. Nogmaals, succes volgend seizoen in de tweede klasse. En groot feest vieren aan de zaterdag. Maar jullie spelen ook nog tegen DSVP. Dat is nog belangrijk voor die club. Ja? Oké, bedankt. Ja goed, Theo, je hebt het zelf al even aangegeven. De eerste periode, Westlandia, deed het uitstekend. Pakte de eerste periode, ongeslagen. Ja, en je gaf het zelf al aan. Toen kwam even die dip. Heb je nou achteraf kunnen vaststellen waardoor dat is gekomen in die tweede periode? Je probeert dat natuurlijk al te analyseren. En, je hebt het daarover met wat spelers, begeleiding, alles erop en eraan. Ik denk sowieso dat een seizoen constant goed spelen is, dat streef je na. Maar dat gaat niet altijd lukken. Maar misschien was er toch enige gemakzucht in de ploeg. Van, ja, we wonnen ook best wel eens wedstrijden met wat geluk. En dan denken ze, nou, op een gegeven moment gaat dat allemaal wel. Trainingen was er ook net even wat minder. En we hadden met Ruud Bijl, ik heb het lieve nooit over eigenlijk, over de spelers die geblesseerd zijn. Maar ja, dat is toch een hele ervaren speler voor ons van achteruit. En het toeval was dan toch wel dat hij in die periode best gewoon geblesseerd was. En hij zette toch van achteruit neer met zijn ervaring, goede inspeelpas. Neemt de ploeg dan toch van achteruit mee. En in die fase hebben we eigenlijk wel heel veel punten verspeeld. Ja, wat ik net al zeg, op een gegeven moment ga je dan toch meer bij elkaar zitten. Toch even duidelijk zeggen van, joh, wat wordt er van iedereen verwacht? Wat zijn je taken? En wat we ook al tegen elkaar gezegd hebben, we moeten het wel van het voetballen hebben. Dus niet blinde ballen naar voren geven. Gewoon voetballen, indribbelen, inspelen, doorbewegen, dat soort zaken. Ja, en dan moet je ook een beetje mazzel hebben, want ja, dan de media die gaat natuurlijk ook meespelen. Van Westlandia zit in de dip, dit en dat. Dus en wat is Forum? Ik zeg altijd, Forum dat is iets dat zweeft ergens in de lucht. En dan moet je gewoon even een keer een goede wedstrijd hebben. Nou, dat hebben we nou toevallig, je dwingt het af, ja. Daar ergens tussen zal het wel liggen. En na HVC dan spelen we tegen THVV, die een hele goede serie neergezet had van 5-6 overwinningen op rij. En die vegen we gewoon in één keer met 5-0 helemaal van de mat met fantastisch voetbal. En dat geeft zo'n ploeg in één keer, dan gaat dat weer lopen. Ja. En we geven ook weinig goals meer weg of geen goals meer weg. Dus ja, dan krijg je gewoon weer een flow. En daar zitten we momenteel in. Maar goed, je speelt komende zaterdag dan tegen RCL. Gekeken heb RCL ook een ploeg die makkelijk scoort. Want jullie hebben geloof ik 51 gescoord en RCL 49. Dus dat houdt elkaar wel aardig in evenwicht. Ja, maar met name in de eerste fase dat we wel veel wedstrijden wonnen, was het ook wel vaak met één doelpuntje verschil. Ja. En eigenlijk vind ik dat we de laatste weken eigenlijk veel beter spelen als in de periode dat we de eerste periode wonnen. Dus dat zie je dus ook in het scorend gebeuren. In de eerste fase was het ook dat we heel erg afhankelijk waren van Joost Verschie en Jasper Verdijk, die heel veel goals maken. Twee routiniers, ja. De twee routiniers, ja. En hebben we 15 goals gescoord en zijn de laatste weken. En
Er zijn 8 verschillende spelers die scoren. Dus dat geeft ook wel aan dat de hele ploeg gewoon beter marchandeert. Helemaal goed. Ik ga even naar Dick Jensen. Dick, we hebben het nog even over Haaglandia. Op een bepaald moment, dat is een kleine week, 2 weken geleden, kwam een delegatie van Haaglandia op het stadhuis om te praten over de toekomst. Men had zelf al een bepaalde constructie, zo'n leaseback constructie verhond. Men wilde erover gaan praten, maar ja, een gesprek was er niet meer. Ik heb begrepen dat er werd alleen een envelop overhandigd aan de voorzitter van Haaglandia. Ja, ik heb dat natuurlijk ook alleen uit overlevering, maar dat is wel het proces zoals jij dat schetst. Volgens mij is er eerst maandags een gesprek geweest met een ambtelijke delegatie. Daar is een voorstel over een sale-leaseback constructie. Hè. Je verkoopt je gebouw aan de gemeente en dan huur je het terug. Dan ga je natuurlijk wel meer huur betalen als alleen de velden, want je moet dan ook de accommodatie huren van de gemeente. Maar het verschaft je in ieder geval weer financiële middelen. Daarmee zou je de schuld aan de gemeente kunnen afdoen. Ambtelijk werd gezegd, nou, dat zullen we bij het college neerleggen. Daar wordt over nagedacht. En vrijdags was er een vervolggesprek. En dat is een deceptie geweest voor het bestuur. Want men heeft een envelop over tafel geschoven gekregen. En toen werd gerefereerd aan het voorstel wat was gedaan door Haaglandia zelf, door het bestuur. Werd er gezegd, ja, daar beginnen we niet aan, want dat geeft repercussies en dat geeft scheve gezichten bij andere verenigingen. Wat ik niet begrijp, Tom, want Vredenburg heeft destijds van de gemeente, toen was ik zelf nog portefeuillehouder, een hartstikke mooie accommodatie gekregen. Dat wil zeggen, de gemeente heeft dat gebouwd en neergezet en Vredenburg huurt het met nog een aantal andere gebruikers. Te Werven zit daar nu ook in, betaalt ook mee aan de huurpenningen. Er zit een kinderopvang in en zo komt Jan Splinter door de winter. Ja. Nou, had daar nou serieus over nagedacht? Had daar ook eens met de raad over gesproken? Want misschien vinden wij er ook nog wel wat van met elkaar. Want ik vind het wel heel erg eenzijdig dat alleen een college in de boezem van het college zegt, dat gaan we zo niet doen, wij zijn klaar met jullie. Maar de raad beslist uiteindelijk. Want nou ja, de raad is het hoogste orgaan. Ja. Kijk, het college is gemandateerd om te doen wat ze heeft gedaan. Maar dan zeg ik, is die werkwijze chic? Dan zeg ik, niet. Absoluut niet. Daarna heeft er, of vrij kort daarna gelijk, al een bijeenkomst plaatsgevonden bij Haaglandia. Ja. Voor raadsleden. Ja. De opkomst was geweldig, heb ik begrepen. Ja, de meeste partijen waren daar. Alleen D66 schitterde door afwezigheid. En dat is toevallig ook net de portefeuillehouder van Financiën. Want eigenlijk is die degene die natuurlijk de stekker eruit trekt. Want die zegt, ik moet de huurpenningen krijgen. En als ik die niet krijg, het tekort loopt op. Of de schuld loopt op, dan zijn we een keer klaar ermee. Maar natuurlijk wordt in een college een collegiaal besluit genomen. Dus het is niet alleen de wethouder van Financiën. Maar ik vond het wel bizar dat de wethouder van Sport de envelop, als ik het goed heb, heeft overhandigd. Ja. Ik zou het niet zo snel hebben gedaan als sportwethouder. Want ik ben voor de sporters. En die wil ik zo lang mogelijk laten sporten en in de lucht houden. Want de sportiviteit vind ik veel belangrijker dan alleen de centen. Ja, want je gaf het zo wel een keer aan. Hè? Want met name een hele grote jeugdafdeling. We spelen allemaal ook nog op een leuk niveau, kunnen allemaal aardig ballen. Ja, absoluut. Maar laat je dat ineens allemaal? Nou ja, klaarblijkelijk heeft het college de oplossing daarvoor. Ja. Ik zie die oplossing niet, maar dat is een ander verhaal. Wanneer wordt er verder gesproken? Nou ja, ik heb vandaag nog weer een aantal vragen en een stelling neergelegd. En die stelling komt er eigenlijk op neer. Nou, ik heb gevraagd, er zullen ongetwijfeld gesprekken zijn geweest. En in welk gesprek is nu klip en klaar gezegd, als dan? Als u dan niet betaald heeft, gaat u eraf. En dat doe je dan niet 14 dagen van tevoren natuurlijk, maar volgens mij aan het begin van een seizoen. Dan, ja. Om een club een jaar de tijd te geven om de tering naar de nering te zetten. Of in ieder geval stappen te nemen waarop je kan zien. Waarop je ziet dat het heel snel de goede kant op gaat. Ja. Ja. Die tijd is nu niet meer gegund. En dan kan een college natuurlijk wel zeggen. En ik weet het zelf ook hoor, Tom, want ik heb ook met Haaglandia aan tafel gezeten. Van jongens, wat gaan jullie er nou echt aan doen joh? Kom op, ik kan zo niet blijven. Maar goed, dan ging het weer een tijdje de goede kant op. Vindt u niet vreemd op een gegeven moment dat je, de afgelopen periode, er zijn er meer Haagse verenigingen die eigenlijk hetzelfde op een gegeven moment mee hebben gemaakt. Ja. Door middel van een brief in een brievenbus of gewoon eventjes langs rijden van hier weer een brief. En jullie moeten op een gegeven moment gaan fuseren, je moet gewoon van je terrein af. Daar wordt ook geen motivering aan gegeven. Nou ja, maar ik vind uiteraard kunnen ze een voorstel doen op een gegeven moment naar die ploegen toe. Maar als dat niet kloppend is, of het, dan houdt het op een gegeven moment op voor die mensen. Ja. En die zitten ook met de handen in het haar. En daar komt ook geen uitkomst. Maar goed, ik wil ook nog zeggen, de Haaglandia heeft natuurlijk ook in de afgelopen periode best wel een aantal zaken gedaan. De dure zondagafdeling is op een gegeven moment opgedoekt. Zeker. Geen dubbele lasten meer met een technische staf, want dat hakt op dat niveau wel in. Dus zeg je van, er zijn toch stappen genomen in een richting om het beter te maken. Ja. Ja, nee, absoluut. Plus dat, maar ik kan natuurlijk niet in de keuken bij Haaglandia kijken en zeggen, ik heb wel een suggestie gedaan hoor, die mag iedereen weten.
Als je dan eerst eens begint om het budget van de spelers te halveren en desnoods ook van de trainers. Dat laatste is nog lastiger, omdat je met trainers natuurlijk verplichting hebt aangegaan. Die zou je dan ook ineens voor een verdomme feit stellen. Maar je kunt nu eenmaal niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. En als je dat systematisch in de verkeerde volgorde doet, je geeft meer uit dan dat er binnenkomt, wordt je schuld groter. En wat was de reactie vanuit de club daarop? Nou ja, ik heb nu ook in de laatste vragen die ik heb gesteld, lever mij het verslag waarin klip en klaar staat dat u heeft gezegd, voor mij wat in januari, als jullie niet betaald hebben voor het eind van dit seizoen, gaan jullie eraf. En had er ook over gecommuniceerd zodat de raad dat had geweten. Dat kwam ook voor de raad als donderslag bij heldere hemel. En dan kan een college wel zeggen, ja, maar u weet toch al langer dat er financiële problemen zijn. Ja, dan had je het misschien al jaren geleden moeten stoppen. Ja. Ik heb het ook laten gaan, omdat ik elke keer weer zag pogingen tot verbetering. En dan ging het ook weer even wat beter, dan werd het weer minder. Maar mijn laatste voorstel die ik nu heb neergelegd, en ik hoop echt, want volgens mij is het de laatste strohalm voor Haaglandia. Zet desnoods van een jaar voor een jaar een soort gemeentelijk bewindvoerder boven de club. Die gewoon kijkt wat gaat erin en wat gaat eruit en hoe ga je nu voldoen. Hooguit een jaar, gewoon om als het ware ook te helpen het bestuur om het in de goede richting te krijgen. Want het laatste wat ik zou willen, Ton, is dat bij Haaglandia het licht uitgaat. Nee, maar dat zal niemand vanuit de voetbalrij graag willen. Dat er dan, vooral de raad op een gegeven moment, is toch de eindverantwoordelijk in deze. Het college doet een voorstel, maar dat voorstel is dan toch op een gegeven moment niet bij de juiste mensen terechtgekomen. Wat natuurlijk voor zo'n object als Haaglandia een bekendheid op een top. Een bestuur die er alles aan wil doen, ja. Met respect, want die blijven ook gewoon zitten. Je kan ook makkelijk weglopen tegenwoordig. Ton, ik wil even een reactie van Henk. Je hebt een microfoon liggen daar zo. Nee, maar Ton, ik heb niet. Nee, ik zit met belangstelling te luisteren. Nee, maar de microfoon, want anders dan horen we niet. Dus reageer dat even via de microfoon dan. Nee, ik hoef niet te reageren, Ton. Ik heb jou gezegd, ik wil als belangstellende. Ja. Wij zijn hier. Maar ik ga dan dus... De Ginger zit hier om het een en ander toe te lichten. Wat was dat, wil hij zelf. Okay. Maar geen antwoord vanuit dat onderwerp. Datgene wat de gemeente doet. Ja, precies. Uitstekend, prima. Wij praten aan tafel zo nog wel even verder. Want het is de hoogste tijd voor de gesproken column van Jan Linkerhof. Hij staat er toch maar weer, ondanks het feit dat Jan ook geen prettig weekend achter de rug heeft. Gedegradeerd met Duno. Graag jullie applaus voor, en hebben het hard nodig, Jan Linkerhof. Voetbal bestaat al zo'n 150 jaar. In al die jaren hebben ze op allerlei manieren dit spelletje geprobeerd te spelen. Ze begonnen in kostuum, met hoge schoenen onder, zeg maar de voorloper van Adidas van Hanegem. Het was een nette herensport, maar dat is al lang niet meer zo. Van oudsher speelden de teams in allerlei formaties. Ik ga jullie een kijkje laten geven in de wonderlijke wereld van de tactiek. Tactiek betekent volgens het woordenboek leer van de oorlogsvoering of gevechtsvoering. Maar heden ten dagen is de methode om een doel te bereiken. Men begon in de prehistorie met 40 tegen 40. Maar dat was niet echt een overzichtelijk schouwspel. Gelukkig werd het sinds 1863 al snel 11 tegen 11. Ja, en toen begon het feest. Waar moesten we nou eigenlijk lopen op dat veld? Iedereen liep een beetje door elkaar en was verantwoordelijk voor alles wat hij onderweg een beetje tegenkwam. Tegenwoordig zien we dus meer van die wedstrijden op laag amateurniveau. De afgelopen 150 jaar zijn er vele systemen en tactieken bedacht door al die duizenden trainers over de hele wereld. En het leuke is dat als er weer een nieuwe speelwijze was bedacht, dat wij trainers er allemaal weer hard achteraan rennen om ook dat weer uit te voeren. Zodat wij het nieuwste systeem gingen spelen met onze spelers. Ook ik deed daar natuurlijk driftig aan mee. Het bekendste systeem of tactiek uit het verleden is dan ook de W-formatie of anders gezegd de M-formatie. Een systeem waar met 5 spitsen gespeeld werd. Zeer aanvallend. En de uitslagen als 6-5 of 5-7 waren ook regelmatig op de uitslagenborden te vinden. In die tijd hadden we nog geen internet, dus keek men op de borden bij de sigarenboer of in de krant van de volgende dag. Jarenlang werd het WM-systeem gespeeld, maar langzaam gingen de trainers dit aanpassen. Vervolgens kwam het Catenaccio vanuit Italië, een extreem verdedigend systeem, ook wel grendel genoemd. In die tijd was het een schande. Maar tegenwoordig ook gewoon een middel om een goed resultaat te halen. Zeker in het moderne topvoetbal. De Engelsen werden in 1966 wereldkampioen met het 4-2-4 systeem. En al snel daarna kwam er een voetbalrevolutie, het moderne, door Rinus Michels bedachte en Johan Cruijff uitgevoerde 4-3-3 systeem kwam op de voetbalmarkt. Tegenwoordig meer bekend als de Hollandse voetbalschool. Als antwoord daarop werd er snel het 4-4-2 systeem bedacht. Met diverse ruiten op het middenveld, punt naar voren, punt naar achteren,
Punt naar de zijkant, dubbele ruit, misschien wel door de klimaatverandering. Persoonlijk ben ik eigenlijk wel meer een voorstander van spelen met de punt omhoog, maar dat is alweer wat anders. Termen als stofzuiger op het middenveld werden in die tijd geboren. Tegenwoordig spelen we in het moderne voetbal steeds meer met een soort moderne hoge drukreiniger. Je moet heden ten dagen ook steeds meer focussen op een resultaat. En de mindset is tegenwoordig ook belangrijk. Evenals het proces waar de ploeg zich tegenwoordig in bevindt. Ja, je spelers moeten de juiste looplijnen bewandelen. Ja, de trainers moeten de juiste termen gebruiken om de tactiek veel meer gewicht te geven. Maar er kwam meer op de markt. Vele trainers bedachten allerlei variaties op de variatie. Zoals, houd je vast, want daar komen ze echt, een hele rij, 4-1-2-1-2 systeem. Het 5-3-2 systeem, het 3-5-2 systeem, het 4-4-1-1 systeem, het 4-3-2-1 systeem, het moderne kerstboomsysteem van de Co-Adriaanse. Dit systeem had vooral zijn top in de maanden december, januari, maar het was zeer succesvol. 3-4-3, 4-5-1, 4-2-3-1. Alleen het 1-1-2-3-4 systeem is nog niet helemaal ontwikkeld, maar TNO, heb ik gehoord, is daar druk mee bezig. Er zijn zowel 13 ingewikkelde spelsystemen bedacht. En nog steeds hebben we niet het beste systeem gevonden waarbij we elke tegenstander mee kunnen verslaan. Het kernpunt is dan ook bij elke tactiek de kwaliteit van je spelers die jij tot je beschikking hebt. Is er geen kwaliteit, dan wordt het een heel lastig verhaal om de juiste tactiek te vinden. Vooral in het amateurvoetbal ben je bij elk tactisch verhaal enorm afhankelijk van je, luister goed, beschikbare spelers. Is er geen kwaliteit in je groep, kun je elke tactiek gewoon overboord gooien. In het amateurvoetbal is kameraadschap en spelplezier enorm belangrijk in je team. Willen de spelers alles voor elkaar doen? Is de werklust aanwezig? Kunnen ze met tegenslagen omgaan? Zijn ze bereid om elke week te komen te trainen en schrijven ze niet af bij elke verjaardag van een of andere onduidelijke schoonmoeder? Zijn er leiders in de groep die de spelers de weg wijzen, vooral in de mindere tijden? En heb je ook nog een paar spelers met kwaliteit? Ja, dan bepalen zij zeker ook het succes van door jou gekozen tactiek. Leicester City, de afgelopen kampioen van de Premier League in Engeland, is op topniveau het mooie voorbeeld van een team dat werkelijk een heel seizoen als team heeft geopereerd. En natuurlijk met een aantal kwalitatief zeer sterke spelers, zoals Mahrez, Vardy, Kanté. En door de trainer een juist gekozen tactiek. Maar het slagen van die tactiek kwam door de spelers zelf, die met hun hele ziel en zaligheid elke wedstrijd ten strijde trokken. Volgens mij zijn dit soort zaken, en niet te vergeten de factor geluk, doorslaggevend om een seizoen te laten slagen of niet. En niet alleen maar de door de trainer de juist gekozen tactiek. Ik dank u. Jan Linkerhof over de tactiek. Theo, welke tactiek spelen jullie? Ja, wij spelen eigenlijk volgens de oude Hollandse school, zeg maar. Ik ben toch ook wel een fervent Cruijff aanhanger. Zijn visie, druk naar voren zetten, ja, proberen initiatiefrijk te spelen. Ik vond het zelf vroeger als speler gewoon leuk om, ook, ik was dan weliswaar een centrale verdediger, maar om toch ook mee naar voren te gaan om een goal te maken. Ja, dat probeer ik mijn spelers ook mee te geven. 4-3. En okay. Dat kan zijn met de punt naar voren, dat kan zijn met de punt naar achter. Maar in ieder geval in principe 4-3. Ik vind ook de taakverdeling op het veld is ook veel duidelijker. En met een 4-4-2 of een ander systeem, spelers kunnen veel makkelijker achter zich verschuilen. Ja. En dan ligt het allemaal wel vrij duidelijk. Goed, ik ga nog even naar de buurman, Noordien. GDA, een heel moeizaam seizoen tot nu toe. Hebben jullie al een beetje de vinger op kunnen leggen waardoor dat komt? Want jullie hadden toch een prima trainingskamp. Ja, we zijn nog steeds zelf ook op zoek waar het allemaal aan ligt. We hebben gewoon hele vervelende periodes gehad. We hebben heel lang zijn we blijven roepen dat we gewoon in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dat we er wel uitkomen. Ik heb persoonlijk nog geen enkel moment, ook nu vandaag niet, de overtuiging gehad dat wij uit die eerste klasse vliegen. Maar dat is ook een beetje wat eigenlijk het hele seizoen door binnen ons team heeft geregeerd. Dat wij gewoon erin blijven, wat er ook gebeurt. Nou, wat je zegt, we hebben een fantastisch trainingskamp achter de rug. GDA doet het al vele jaren. Dat vind ik uniek in ieder geval. Dat je als amateurvoetballer naar Gran Canaria mag om daar met elkaar te trainen, maar ook gewoon ontzettend veel plezier te maken. Ja. Nou, daar hebben wij ook gewoon het gevoel gehad, net zoals het jaar ervoor, van wij gaan de tweede seizoenshelft in en wij gaan gewoon weer heel veel mensen in Den Haag verbazen.
Alleen wil dat er gewoon niet uitkomen. Maar heeft dat ook misschien een beetje te maken op een gegeven moment met de onrust die er was? Met betrekking tot, gaan we door met zaterdagvoetbal? Stopt misschien dat zondagvoetbal? Dennis Olmer zei op een bepaald moment van nou, eind van het seizoen, ik ga niet door. Spelers wilden juist weer wel graag met hem doorgaan. Kortom, er was nu heel veel gedoe buiten het voetbal om. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat wordt heel veel ook in de media gezegd. Maar ik als speler heb daar echt helemaal niets aan overgehouden. Het heeft totaal geen invloed op mij gehad, maar ook niet op mijn teamgenoten. En wat je zegt, ook niet op Dennis Olmer, onze trainer. We hebben gewoon een ontzettend goede band met hem. Dat vind ik knap. Ik bedoel, hij op dit moment nog steeds even fel en fanatiek om GDA erin te houden. Nou, ik denk dat hij eigenlijk ons vanaf moment 1 tot nu gewoon altijd gesteund heeft en ook in ons geloof heeft dat wij gewoon met elkaar die klus kunnen klaren. En dat heeft, weet je, die perikelen over de zaterdag en de zondag, ja, daar heb je wel eens mee te maken, maar dat heeft gewoon totaal geen invloed op ons gehad. Nee. Wij proberen gewoon elke dag weer, of elke week weer keihard te trainen om op zondag 3 punten binnen te slepen. En verder rest gebeurt achter de schermen een hoop, maar goed, nogmaals, dat heeft niet veel invloed op ons. Men vergeet het ja niet dat Dennis dan toch op een gegeven moment gezegd van ik stop erom even, en vrij tijdig door interviewtjes en ja, hebben we toch wel een beetje tussen de regels door kunnen lezen dat hij zei, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen met hier. En zo praat hij ook, want het is gewoon een geweldige trainer voor de rest. Mm-hmm. Heb ik altijd in Leidse gebeuren gezeten. Mm-hmm. Maar ik vind het wel jammer dat hij dan ook stopt op een gegeven moment. Zeker, dat vonden wij ook. Wij hebben, toen wij dat nieuws te horen kregen, vonden wij dat ook ontzettend jammer. Wij wilden gewoon heel graag dat hij bleef. Alleen hij maakt uiteindelijk de keuze en die is dan aan hem. En waar het allemaal van afhangt, zullen een hoop dingen zijn. Maar daar kan ik niet bij. Ja. Theo, kijk naar Westlandia, de zondag. 1 kampioen, 2 kampioen. Ja, ik geloof dat jullie de zaterdag heeft het tweede al een feestje gevierd, maar zijn nog geen kampioen. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft, jullie kunnen eigenlijk niet achterblijven. Ja, misschien even voor iedereen, voor de duidelijkheid. Het tweede is afgelopen zaterdag kampioen geworden. Zaterdag 2 dan hebben we het over. Maar even kijken hoor, Victoria 04... Even kijken, zeg dat goed? Ja, Victoria de Vuur. Ja, Victoria de Vuur. Die is uit de competitie genomen. Dus dat betekent eigenlijk dat ze nu weer geen kampioen zijn. En nou, dan hopen we dat ze dat aanstaande zaterdag dan alsnog kunnen doen. Dan hebben ze 2 kampioensfeestjes in 8 dagen tijd. Ja. Wat gaat er gebeuren, Theo, volgend jaar? Als jullie op een gegeven moment promoveren, krijgen er nog spelers bij? Stoppen nog mensen van de zondag? Nou ja, er komen een aantal spelers van de zondag komen. Dat zijn een aantal jongens die het een aantal jaren geprobeerd hebben. Tegen 1 aanzitten. Een jaar of 3, 4 het nu geprobeerd hebben. En nu gewoon zeggen van we gaan naar de zaterdag toe. Dan hopen ze toch daar gewoon een vaste basisplaats te krijgen. En, Mike Brouwer die wil graag 2 keer gaan trainen. Wij trainen zelf eigenlijk ook wel 3 keer met de zaterdag. Zijn we ook afgelopen jaar mee begonnen. Want we willen ook gewoon met de zaterdag gewoon stappen maken. Ik heb afspraken gemaakt met jongens die 30 zijn. Die maken wel de voorbereidingen 3 keer trainen. Daarna 2 keer. Verplicht dinsdag, donderdag komen. Al kunnen ze een keer niet, dan moeten ze maandag komen. Maar die gasten die hebben toch wel zoveel discipline. Dat zijn ook echte Westlandiaar jongens. Die zijn er gewoon, die nemen gewoon nog het voortouw. Mike Brouwer maakt dan een uitzondering voor, die is 7,28. Die heeft het gewoon druk met zijn werk, net vader geworden. En dat is natuurlijk een fantastische speler. En er komen een paar spelers van buitenaf. En het zijn eigenlijk allemaal jongens die gewoon graag bij ons willen komen voetballen. Ja, maar het plan is ook goed neergelegd natuurlijk een aantal jaren geleden natuurlijk. Toen hebben ze die opzet gemaakt en dat loopt natuurlijk als een trein. Nu hebben ze een geweldig jaar natuurlijk. Ja. En de zondag en nog eens een keer de zaterdag. Weinig verlopen in de club natuurlijk. En iedereen wil dat toch wel graag spelen natuurlijk. Ja, maar kijk, bij Westlandia zijn er gewoon de afspraken gewoon heel duidelijk. Weet je, iedereen weet gewoon van elkaar waar hij aan toe is. Bestuur zet daar een duidelijke visie neer. En dan heb je ook eigenlijk niks om te ahoeren, om het zo maar even te zeggen. Ja, dan is het gewoon maar duidelijk. En iedereen houdt zich daaraan. En kijk, het bestuur wil heel graag dat de zaterdag ook gewoon die stappen maakt. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar wel op een gezonde manier. Dus, dan kun je maar beter de aansluiting aan vast hebben. Zo wordt ook geredeneerd. Maar jullie hebben het over de wedstrijdbal. Ik wil nog even naar Dick Jensen toe. Dick, spannende tijd ook voor Haaglandia. Hoe schat jij op dit moment een beetje de situatie in? Je zit al heel lang in die raad. Gaan we dat redden? Ik bedoel, bij die bijeenkomst die bij Haaglandia was, heb ik begrepen dat er
misschien toch wel een meerderheid ervoor is om de club toch inderdaad die lengte te geven van dat jaar? Ik ben er somber over. Oké. Okay. Maar ik hoop oprecht dat er toch nog eens een keer achter oren wordt gekrabbeld. En dat mensen zich afvragen, is dit nou echt, hadden we dat nu al zo moeten doen? Ja, maar jij zegt zelf al, jij gaf het voorstel van nog een jaar en dan desnoods een bewindvoerder vanuit de gemeente erbij. Ik hoop dat dat nog wordt opgepakt. Dat er in ieder geval nog een discussie mogelijk is. Maar ja, de tijd wordt natuurlijk steeds lastiger. Want ik neem aan dat de club ook te maken gaat krijgen met mensen die ook de krant lezen, ook de radio luisteren. En die zeggen van ja, ik ga hier niet op zitten wachten, dan zoek ik wel een andere club. Dat bedoel ik. Dat vind ik ook nog kwaadaardig. Dus eigenlijk, de consequentie daarvan, om dat op dit tijdstip te doen, is dat je de mensen bijna dwingt om een stap te maken. Anders dan, want volgens mij moet je je voor een bepaalde periode hebben aangemeld. Anders voetbal je gewoon maar niet. Maar ja, ook de indeling van de competitie. Je gaat nogal wat overhoop gooien. Ik bedoel, dat soort teams. En niet alleen de senioren, maar ook jeugd en allemaal. Ja. Die spelen op een hoog niveau allemaal gaan verdwijnen. Dat lijkt me. Zit er geen ander addertje onder het gras? Dat ik denk van, nou ja, dan gaan ze misschien wat op hoekpol. Er zaten drie clubs, zitten er maar twee. Die moeten met z'n tweeën ophoesten. Dat ze dadelijk misschien Saint Paultjes en Red Lions, die honkbalclub, weer naar Prinses Irene sturen. Dan kunnen ze daar gaan bouwen. Maar dat wil ik sowieso niet hebben. Daar woon ik tegenover, Ton. Dus dat begrijp jij wel dat ik dat niet goed ga vinden. Nee, maar goed. Nee, alle gekheid op een stokje. Nee, nee. Rijswijk bouwt op dit moment, is de snelst groeiende gemeente van Nederland. We zijn 3.500 woningen aan het bouwen in Sion en het Haantje, Rijswijk buiten. Zeer succesvol. Ik zou het volstrekt flauwekul vinden dat er nu een dubbelspel wordt gespeeld van laten we iemand pootje lichten. Dan komt er vanzelf een circuit op gang en dan hebben we spelen met een locatie vrij en dan kunnen we huizen bouwen. Ik geloof niet dat dat aan de orde is op dit moment. Nee, absoluut niet. Dat zit er niet achter. Ik hoop op sportiviteit en gezond verstand en redelijkheid met elkaar om te kijken of we er toch nog uit kunnen komen. Nou goed, ik hoop dat van ganse harte met jou. Ik weet dat je er zelf in ieder geval achter zal gaan staan. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, want de tijd zit er alweer op. Noordien, succes met GDA. Ja, na competitie, dat is het hoogst haalbare. We hopen dat jullie het gaan redden. Nou, Theo, SVC vind ik ook heel sympathiek. Jullie moeten het samen maar uit gaan vechten wie de titel gaat pakken. In ieder geval succes komende zaterdag. En ja, Dick, jij bedankt. En ook succes in de raad met een goede oplossing te krijgen voor Haaglanden. Ja. Ton, jij weer bedankt voor je aanwezigheid. En hetzelfde geldt voor Te Werven. Jongens, groot feest komende zaterdag maken. En succes ook volgend seizoen. Thuis, hartelijk dank voor je aandacht. En Haaglanden voetbal aan tafel is niet volgende week. We slaan één weekje over. Maar dan zijn we weer bij u terug. Dank voor uw aandacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, Domino's Pizza en Asta Casino.